Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van mij. Ik heb eindelijk weer na 1000 jaar een nieuwe vlog. Ja, en ja, ik ga vanavond bowlen en dat lijkt me echt super leuk om voor jullie te filmen. En gewoon mijn hele dag te filmen, want ja, vandaag ga ik gewoon best wel veel doen. En als je ziet heb ik maar 1 oorbel in, want ik ben er allemaal ik ben eentje weer vergeten uit te doen. Dus ja, als eerst wat ik nu ga doen, ik heb net ontbeten. Ik ga nu even mijn kamer opruimen en dan ben ik strakjes wel weer terug. Mensen, dit moeten jullie gewoon zien. Ik heb net mijn nagel keihard gestoten en ja, het bloed dat vinkt er wel een beetje uit. Och, echt onwijs erg. Ik ga dus nu mijn kamer opruimen wat ik zei en ja... En daarna ga ik denk ik me klaarmaken. En dan zie ik wel hoe de dag verloopt. Toppie! Dat je het gaat weten. Ik kom zo meteen later pas terug. Want ik ga nu niet vloggen. Want mijn kamer moet mijn kast uitgaan. Alles. En jullie denken dit is mijn eitje. Maar ik ben hier zeker wel bijna de hele dag mee bezig. Dus dan ben ik ook de avond aan het bowlen. Dus ja, ik moet gewoon echt alles op een goede rijtje zetten. Maar... ik kom wanneer ik me ga klaarmaken voor het bowlen. Dus ik denk dat ik om 6 uur kom. En het is nu volgens mij 10:30. Dus ik kom echt pas later in de middag terug. En heel misschien kom ik wel wat eerder terug. Maar dat weet ik nog niet. In ieder geval, ik ga nu mijn hele kamer opruimen. En dan zie ik jullie later. Later. Dan zie ik jullie in ieder geval later. Hocus pocus Pilatus pas. Ik zie jullie later. Na 20.000 uur lang opruimen ga ik nu eindelijk mijn outfit uitzoeken. En dan ga ik douchen en me gewoon lekker klaarmaken. Ik vind het wel leuk om even te laten zien hoe ik dat altijd doe. Hoe ik mijn kleren altijd uitzoek. Nou, vandaag ben ik wil een beetje fancy doen. Ik weet al wat ik aan wil. Kijk, ik wil sowieso dat spijkerbroek aan. Dat vind ik echt no joke. Gewoon echt helemaal top. Dus ik doe een soort van tuinbroekje aan. Super leuk natuurlijk. En dan wil ik eigenlijk er gewoon iets spectaculairs bij. Iets super groots en ook iets super moois. Maar ik weet natuurlijk niet wat. It's time to chill. Tijd voor vakantie, voor vrienden, voor alles wat ik wil. Oké, ik heb hier spectaculair ding. Dus die doe ik vandaag aan. Even sokjes pakken en ja. Hopelijk vinden jullie deze vlog zo leuk. Want ik doe dit eigenlijk helemaal niet vaak. En ik weet dus ook niet of ik het nou vaak moet kijken. Ik heb paardrijsokken, maar ik zit al lang niet meer op paardrijden. Volgens mij zit ik al een paar maandjes niet meer op. Maar ik heb nog steeds die dingen en we verkopen ze ook niet. Dus ja. Ik ga me nu klaarmaken en dan zie ik jullie later weer. Ik heb me net klaargemaakt. En ik dacht, oh shit, het is al 2 weken verder. Ik moet weer het maskertje zetten. Dus nu heb ik het maskertje weer gezet. En ik lijk echt op een monster. Ja. Maar ja, ik ga gewoon dit afspoelen. Mijn gezicht make-uppen. En alles mooi doen. En als ik dat heb gedaan, kom ik terug. Oké, mensen, hallo. Ik weet nog niet echt wat me te wachten staat. Ik ben hier met mijn liefste katje. Lekker aan het slapen. Mijn enigste kat. Ja, ik weet nog niet precies hoe de planning is. We gaan sowieso nog wel wat doen in de avond. Maar misschien gaan we uit eten. Misschien gaan we iets anders doen. Bowlen weet ik nog niet zeker. Maar mijn moeder zei bowlen. Alleen ze zegt nu ineens dat ze het nog niet zeker weet. Maar we gaan zeker naar Amsterdam vanavond. Dus dat ga ik sowieso vloggen. Ik denk dat ik nu niet ga vloggen. Maar zometeen als we naar Amsterdam gaan. Dan pak ik mijn camera er zeker bij. Het is nu al 2 uur verder en ik ben nog steeds aan het wachten op mijn parents, dus ja. Au, fuck. Tjik, 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 lika, luka, luka, kun je het zien? Kunnen jullie mijn neusgaten zien? Oké, dus de planning is... de planning is gewijzigd. We gaan niet meer. We gaan...
sorry voor de onduidelijkheid. Jullie denken dat ik altijd vrolijk ben, maar ik heb soms ook mijn momenten. Sorry. Ik hoop dat ik me straks wat beter voel. En dan dat ik gewoon alles goed kan uitleggen. Hoi mensen, het is alweer 9 uur. De laatste keer dat ik iets had gezegd in de camera, was ik echt heel emotioneel en verdrietig. Ik wil ook liever niet delen waarom. Sorry. Ik had ook niet verwacht dat ik zo emotioneel zou zijn. Het zijn persoonlijke dingen. Sorry. Dingen lopen nou eenmaal zo af. Alles gaat weer goed. En gewoon af en toe even een buitje. Ja. Voor de rest zijn het allemaal persoonlijke dingen aan. Dat deel ik ook liever niet met jullie. Dus ja. Nou, in ieder geval. Tot later. Goedemorgen mensen. Ik ben wakker. Ik ben mijn stem wel een beetje kwijt, maar was gisteren al een beetje zo. Maar nu nog erger. In ieder geval, tot zo. Oké, ik heb dus net ontbeten. En ja, dat heb ik dus net gedaan. Ik weet niet, zou ik de vlog gaan eindigen of zou ik gewoon nog verder vloggen? Ik weet het niet. Ik denk dat ik de vlog ga eindigen. Het is heel sad, maar ik ga de vlog beëindigen. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal en dan ga ik nu gewoon lekker deze tijd editen totdat ik deze vlog heb geëdit. Volg me op Insta. Hieronder in de beschrijving zie je mijn naam. Snapchat, social media gewoon. Dus ja. Ik ga de vlog afsluiten.